Energie krijgen we niet gratis. En tot aan de Tweede Wereldoorlog wekten we energie op door steenkool te verbranden. Na de Tweede Wereldoorlog dreigde echter een groot tekort aan steenkool. Nederland moest voor veel geld dure steenkool inkopen in de Verenigde Staten. En dus werd er voor het eerst in de geschiedenis in Nederland gekeken naar duurzame energie. De topman van luchtvaartbedrijf KLM, Albert Plesman, kwam op het idee om langs de Nederlandse kust een lange rij van moderne windmolens te plaatsen. Hij wist als geen ander wat je met windenergie kon doen. Ook werden er plannen ontwikkeld om circa 600 oude meelmolens geschikt te maken voor stroomproductie. Technisch waren we er nog niet klaar voor. We moesten tot de oliecrisis van de jaren 70 wachten voordat we weer serieus naar windenergie gingen kijken. Maar inmiddels is wind een van onze belangrijkste nieuwe energiebronnen geworden, samen met zonlicht. In 2030 moet 80% van onze energie met zon en wind worden opgewekt. Ook in Nederland worden oude kolencentrales afgebroken. Zoals hier in Nijmegen, waar het ketelhuis met de hoge schoorsteen van de energiecentrale decennia lang de skyline van de stad bepaalde. Ook Guido Frenke van energiebedrijf Engie groeide op met de centrale. Hij is nu mede verantwoordelijk voor de afbraak ervan. Ja, we zijn hier op de locatie centrale Gelderland van Engie. Op een locatie dicht tegen Nijmegen aan, langs de Waal. En wat je ziet is de kolencentrale, of de voormalige kolencentrale, die zorgde voor elektriciteit voor een heleboel van de huishoudens in de wijken die daarachter liggen. De kolengestookte elektriciteitscentrale werd in 1936 gebouwd aan de monding van het Maas-Waalkanaal. De centrale in de huidige vorm werd geopend in 1982. Ondanks milieuinnovaties werd de centrale in 2015 buiten bedrijf gesteld. Het energiebedrijf wil een enorme omslag maken. We hebben gekozen om de hele centrale af te breken. Dus er blijft uiteindelijk helemaal niks van over. Dat doet wel een beetje pijn bij een heleboel mensen die bijvoorbeeld misschien wel 30, 40 jaar geleden hier hun eerste werkplek gevonden hebben. Toch een landmark in Nijmegen, het is van alle plekken te zien. Nou, dan kan ik ze ook wel weer een beetje geruststellen, want we breken iets af waardoor een landmark weggaat. Maar we bouwen ook weer iets op, twee nieuwe windmolens die qua landmark net zo hoog en vanaf dezelfde afstand te zien zijn. Nou, wij als bedrijf, Engie, maar ook eigenlijk Nederland in zijn geheel, heeft een grote opdracht om te gaan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. En dan gewoon zijn natuurlijk zelf ook gemotiveerd om de uitstoot verder te reduceren. De CO2-uitstoot die we met z'n allen produceren met industrie, met energieopwek en met transport. Nou, Engie heeft gekozen om dit terrein eigenlijk een voorbeeldterrein te maken voor de toekomst. En we noemen het ook de Groene Delta. Eigenlijk zie je een paar grote stromen omdraaien, letterlijk en figuurlijk stromen. Waar vroeger de kolen aangevoerd werden per schip, naar de centrale gebracht werden, daar verbrand en de elektriciteit naar de huizen, ga je in de toekomst misschien wel precies de omgekeerde situatie zien. Er wordt stroom opgewekt bij de huizen en op deze locatie. Dat wordt vervoerd naar de haven en dan worden elektrische schepen vervolgens opgeladen met batterijen en dan gaan die schepen dus varen. En er is ook nog een andere omkering, waar vroeger de centrale gekoeld werd met water uit de Waal, gaan we in de toekomst misschien wel warmte uit de Waal halen om dat weer om te zetten met warmtewisselaars en daarmee de huizen te voorzien van warmte als alternatief voor aardgas. Twee omgekeerde stromen op deze symbolische locatie, dus met recht een groene delta. Hier zien we het eerste stukje van eigenlijk de duurzame opwek, de zonnepanelen. Er staat nu ongeveer 2 megawatt aan opwek voor zonnepanelen. Dat is voldoende voor ongeveer 500 huishoudens. Dat staat nog niet in verhouding tot de opwek die je met zo'n grote centrale kan doen. Dus het is niet één op één vervangbaar. Maar we gaan later hier nog meer aan toevoegen. We gaan ook nog 2 windmolens plaatsen. Dan heb je alweer 8 megawatt extra. En dan heb je het al snel over een paar duizend huishoudens die je extra van elektriciteit kunt voorzien. Maar dat hele terrein is een ontwikkeling. Dus we proberen hier dingen ook uit. Bijvoorbeeld zonnepanelen met een speciale coating om de opbrengst te verhogen. Om te kijken of je de zonnepanelen aan 2 kanten kunt gebruiken. Of om te kijken of we de zonnepanelen ook kunnen verplaatsen. Een verrijdbare zonnepanelen. Dus dit is voor ons niet alleen een energieopwekslocatie, maar ook een uitprobeerlocatie waar we van willen leren, willen optimaliseren en het dan vervolgens breder binnen Nederland willen uitrollen. Nou, als we naar alles kijken wat hier in deze omgeving gebeurt, is er nog één element wat we eigenlijk nog niet belicht hebben en wat misschien wel het belangrijkste element is. Wat doet het met de omgeving? Al die mensen die hier in de buurt wonen en al die zogenaamde stakeholders, die belanghebbenden, zijn allemaal meegenomen in het plan wat we hier ontwikkeld hebben. Met mensen in de buurt is afgesproken dat ze toegang tot de dijk kunnen krijgen. Ook komt er een bezoekerscentrum om mensen uit te leggen wat er op het terrein gaande is. Op deze manier maakt Engie energietransitie meer toegankelijk. En dat is hard nodig.
Veel mensen zijn overtuigd dat we actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering. Daarvoor zijn grootschalige windmolenparken een van de oplossingen. Maar zodra een windmolen het uitzicht van jouw eigen achtertuin verstoort, ontstaat er weerstand. Gedragswetenschapper Gerdien de Vries, verbonden aan de TU Delft, onderzoekt manieren om groen gedrag te stimuleren. Het is inderdaad zo dat we naar een nieuwe toekomst gaan met andere technologie. Er komen allerlei innovaties waar mensen aan moeten wennen. Sommige van die innovaties die liggen al heel dicht bij wat mensen nu al kennen. Dus je hebt een fiets en een e-bike bijvoorbeeld. Dat is ietsje makkelijker om te accepteren dan hele grote nieuwe innovaties die ook heel ander gedrag met zich meebrengen. En de moeilijkheid voor mensen in het algemeen is eigenlijk dat ze gewend zijn om bepaald gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld de auto nemen 's ochtends. En dat het moeilijker is om dat nieuwe gedrag aan te wennen. Dus dan moet je je gewoontes gaan doorbreken. En soms gaat het ook gepaard met gedoe. Dus dat je allerlei handelingen moet gaan verrichten om dat nieuwe gedrag aan te leren of aan te wennen. Dus daarom is het moeilijk. Je kunt mensen over proberen te halen door bijvoorbeeld het groene gedrag te belonen met geld. Of om bijvoorbeeld subsidie te geven op elektrische auto's, zoals nu ook gebeurt. Of e-bikes te promoten. Maar wat een beetje opkomend is als beleidsinstrument is de nudge. En de nudge is een duwtje in de goede richting. En dat wordt toegepast door beleidsmakers op allerlei gebieden. Dus bijvoorbeeld ook op gezondheidsgebied, maar ook op het gebied van energie. En een nudge kan zijn dus dat je het groene gedrag stimuleert door gebruik te maken van een psychologisch inzicht. En psychologische inzichten zijn bijvoorbeeld dat mensen het prettig vinden om niet te ver af te wijken van een norm. Dus als je buren minder energie gebruiken dan jij en jij krijgt dat te zien, bijvoorbeeld op je energierekening, dan kan je daartoe verleid worden om ook minder energie te gaan verbruiken en dus ook je rekening omlaag te krijgen. Een heel leuk voorbeeld van een andere nudge is bijvoorbeeld een douchemeter of een douchewekker. Dus je hebt van die wekkertjes die je in de douche kan plakken, waardoor je kan bijhouden hoe lang je doucht. Dat is een heel simpel iets. Mensen vinden het prettig om geholpen te worden in hun gedrag. Dus als jij een belletje krijgt of je ziet een zandlopertje en je denkt, oh, wacht, ik moet nu bijna klaar zijn. Dan vinden mensen het heel makkelijk om zich daaraan te houden. Je hebt ook standen op de wasmachine of op je afwasmachine, een eco-stand. Ik heb zelf onlangs een nieuwe afwasmachine gekocht. En daar staat de eco-stand als default. Dus standaard draait die gewoon het meest duurzame programma. En dat is eigenlijk een nudge, want ik ben misschien wel te lui om een andere stand te kiezen. Ik zet hem gewoon op aan en dan gaat hij lopen. Dus dat helpt ook. Dit is de Aurora 3. Een waterstofauto gemaakt door studenten van de Universiteit Twente. En dat hebben ze goed gedaan, want daar zijn ze een wereldkampioen mee geworden bij de Shell Eco Marathon voor de meest efficiënte auto. Waterstof heeft voor het gebruik van de auto veel mogelijkheden. Nou, in onze auto zit geen verbrandingsmotor, maar zit eigenlijk een brandstofcel. In die brandstofcel reageert zuurstof met waterstof. En vanuit de brandstofcel komt dan puur water en elektriciteit. De elektriciteit die gebruiken we dan in onze elektrische motor om de auto voor te stuwen. En het water kunnen we eigenlijk gewoon afvoeren, want dat is niet schadelijk en kunnen we gewoon via een uitlaat eigenlijk zomaar afvoeren. We hebben eigenlijk dit jaar zijn we overgestapt op een nieuwe motor. Dat is een in-wheel hub motor heet het. En dat zit daar eigenlijk in één wiel. Dus zie je in dat wiel zie je zitten. En dat is eigenlijk gewoon de elektromotor die je in elke elektrische auto hebt. Hebben wij geen batterij in onze auto, maar hebben wij waterstof in onze auto. En dat wordt dan omgezet via zuurstof, via een reactie in energie en water. Eigenlijk moet je waterstof zien als een batterij. Het is een energieopslagmechanisme. Dus net als een batterij kan je energie in opslaan en kan je energie weer eruit halen. En waarom hebben jullie dit ontwikkeld? Wij doen het zelf als naast onze studie om onszelf te ontwikkelen. Maar ook om te laten zien dat dit ook gewoon de toekomst is. Want je ziet nu heel veel accu-auto's. Maar dit is ook gewoon een optie die er is. En dat vinden wij heel mooi om te laten zien. En zo maken wij de zuinigste van de wereld ongeveer. Van de wereld? Ja. We zijn hier vorig jaar wereldkampioen mee geworden. En is dit nou de toekomst? Gaan auto's op waterstof rijden? Ja, dat wordt zeker een tak. Het blijft een combinatie. Want accu's hebben ook zijn voordelen, waterstof ook. Maar je gaat het zeker wel meer zien in de toekomst, denk ik. Maar op het moment dat je een lange stuk wil rijden of met veel gewicht, dan is een accu gewoon heel zwaar. En als je moet laden, duurt het heel lang. Waterstof daarentegen, die kan je gewoon in grote volumes opslaan in gas. Die heeft veel energie, draagt die, met weinig gewicht. Dus dan kan je heel lang rijden met vrachtwagens bijvoorbeeld of openbaar vervoer. En tanken daar gaat ook snel. Dus het is veel makkelijker om die lange stukken te rijden, snel te tanken, zonder de natuur te beschadigen. Wat komt er uit een waterstofauto aan uitstoot? Alleen maar water.
helemaal niks. Want ja, het waterstof reageert in die fuelcel met zuurstof. Dus samen wordt het H2O. En dat is gewoon water. Dat kan je gewoon drinken in principe. We willen geen CO2 meer uitstoten, maar wel vrachtwagens laten rijden, schepen laten varen en vliegtuigen laten vliegen. Elektriciteit uit batterijen is daar niet geschikt voor. Waterstof lijkt de grote belofte. Want uit waterstof kunnen ook synthetische brandstoffen worden gemaakt. De TU Eindhoven investeert 10 miljoen euro in een nieuw energieinstituut op de eigen campus. Hier wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en efficiëntere manieren om waterstof om te zetten in de energie en de brandstoffen van de toekomst. Nou, waterstof is het kleinste molecuul. Komt het meeste voor eigenlijk in het hele heelal. Hè? Waterstof bestaat uit twee waterstofatomen. Als je het verbrandt, maak je water. Maar het betekent ook dat je uit water door middel van het toevoegen van energie, en in de meeste gevallen dus van elektriciteit, weer waterstof kunt maken. Waterstof is dus een brandstof, zowel als een grondstof voor bijvoorbeeld de chemische industrie. Waterstof wordt op dit moment ontzettend veel gebruikt in de industrie bijvoorbeeld voor het maken van kunstmest, waardoor we dus eigenlijk als wereldbevolking hebben kunnen groeien. Dat is een grondstof voor kunstmest. Maar waterstof gaat in die toekomstige energietransitie, of de energietransitie waarin we in zitten, een enorme belangrijke rol spelen, omdat je het kunt maken uit duurzame elektriciteit. Je kunt het met behulp van elektriciteit uit water kun je waterstof maken. En dan kun je eigenlijk, zeg maar, vanuit waterstof kun je materialen, producten maken. Kunstmest noemde ik net al. Maar je kunt ook de route op van wat we noemen synthetische brandstoffen. Kunstmatige brandstoffen eigenlijk. Bijvoorbeeld onze nieuwe synthetische kerosine om mee te kunnen vliegen maken. Dat start allemaal met waterstof in wezen. Waarom is waterstof ook nog belangrijk? Is omdat, ja, kijk, als je nou kijkt naar wind- en zonne-energie, je ziet dat daar fluctuaties in zitten. Niet alleen op de korte tijdschaal, hè, een wolk gaat voor de zon, maar ook op de wat langere tijdschaal. En dat noemen we dan seizoensvariaties. Nou, dat is een enorm probleem. In de zomer hebben we eigenlijk meer dan voldoende zon, maar in de winter natuurlijk niet. En dus we moeten ook een opslagmedium hebben waarin we die elektriciteit kunnen opslaan. En daar zou waterstof en andere chemische producten daarvan afgeleid ook een rol in kunnen spelen. Nou, de vraag of wij grootschalige waterstof kunnen gaan produceren hangt natuurlijk af van of wij op grote schaal, zeg maar, overschakelen op een groene energievorm. En een groene energievorm is natuurlijk de elektriciteit die komt uit zon en wind. Op het moment dat we dat meer dan genoeg hebben, kunnen we ook, zeg maar, waterstof gaan maken en mogelijk ook andere chemische producten direct uit elektriciteit en basismoleculen. Dat is natuurlijk voor de transitie van enorm belang. Want we moeten eigenlijk het hele spel wat we hebben uitgevonden met behulp van fossiele energie, met olie en gas, moeten we weer helemaal opnieuw heruitvinden met nu als elektriciteit als primaire energiebron. We gaan echt niet vliegen, lange afstand dan, bijvoorbeeld naar Amerika toe, op basis van waterstof, op basis van batterijen. Wij zullen dus ook synthetische brandstoffen moeten maken, synthetische kerosine. En dat gebeurt eigenlijk allemaal meer met waterstof. Dus dat trucje waar ik het daar straks over had, namelijk wat we nu doen, alles uit olie en gas halen, zullen we straks moeten doen, alles halen uit waterstof, of eigenlijk uit water, door middel van groene elektriciteit. Om de Europese klimaatdoelstellingen in 2050 te halen, moet Noordwest-Europa vol inzetten op waterstof. Ook Nederland heeft flinke ambities met waterstof. De uitdaging ligt in de ontwikkeling van procestechnologie en apparatuur die de conversie kan maken van hernieuwbare energie naar producten, materialen, grondstoffen en brandstoffen. Daar kunnen we echt het verschil maken. De elektriciteit die we moeten hebben om waterstof te maken, die zal waarschijnlijk in Nederland behoorlijk duur zijn. Dat betekent dus dat waterstof gemaakt zal worden op die plekken waar elektriciteit zeer goedkoop is. Groene elektriciteit heb ik dan over. Dat betekent ook dat Nederlandse kansen in die waterstof-economie, zoals we die noemen, dat die niet alleen liggen aan de kant van, laat ik zeggen, de distributie van waterstof, als we dat gaan maken uit groene energie, maar dat we ook goed moeten nadenken over de apparatuur die er nodig is om die waterstof te produceren. Nederland als maakland
denk ik, kan daar een grote rol spelen. Ik denk dat wij in Nederland de infrastructuur hebben, de onderzoekers, maar ook daaromheen, zeg maar, het ecosysteem van de industrie, die daarop zou kunnen insteken en uitvindingen zou kunnen opnemen. Daar ben ik eigenlijk behoorlijk trots op in Nederland. En ik denk daarom ook dat we in de positie zijn om, nou ja, een soort leidende rol toch wel te kunnen pakken in die energietransitie. Technologische ontwikkelingen en innovaties staan dus nooit stil en mogen ook nooit stilstaan. Kijk ook naar onze andere techfiles.